Terwijl de Tsjechische hymne op de achtergrond gespeeld wordt, gaan we hier eens kijken naar wat er bij de belofte allemaal te zien was. Ik kan u nu al verklappen. Ja, redelijk wel wat van bij de start. Want pats, daar gaat de Bertolini al tegen de vlakte. En die staat toch wel tweede zeker in het wereldbekerklassement. Dat is een dikke streep door zijn ambities. En hij zal nooit helemaal meer vooraan verschijnen. Dat is ook maar logisch met zoveel volk aan de start. Rousseau, maar dan een belangrijk moment, want Nieuwenhuis die gaat er dan zeer galant easygoing over. Nieuwenhuis is een tijdje weg geweest, een goede 3 weken is hij weggebleven, op stage in Mallorca, een week niet gecrossed en dan hier dit allemaal doen. Veel beter door die schuine kant dan bijvoorbeeld Iserpiet daar in de achtergrond, want die is nog niet klaar, voilà, die gaat erbij liggen. En er zullen er straks nog wel een paar gaan bij liggen. Daar heeft Nieuwenhuis dus allemaal niks van gezien. Die kijkt niet eens om. Die ligt hier al een berg voor. Een citadel voor. Dat gaat zeer snel naar een halve minuut. En dat zal nog verder uitgebouwd worden. Het is met een vergrootglas zoeken naar landgenoten. Waar zitten ze? Ze zijn hier niet te bespeuren. Nederland dekt daar wat af. Maar het is hier een overlevingstocht voor een ieder. Ah, daar komt Quinten Hermans. En Iser biedt er dan toch doorheen. En hij doet dat altijd uitstekend. Ook al is hij af en toe zijn pedaal kwijt. Hij rijdt hier met veel verve over die schuine kant heen. Verliest daar nauwelijks aan snelheid. Ook dit doet hij perfect. Hij is dan al 40 seconden los. En dat gaat naar 50 seconden. Wat is die Nieuwenhuis voortreffelijk. Hier hebben we Iserpiet. Altijd al een klimmer. En kijk naar Thijs Aerts. Die doet dit graag. Ik heb de indruk dat Aerts beter is in het gebergte dan in zijn vlakke camper. Maar met Quinten Hermans heb je natuurlijk een jongeman van 21, haast 22, die al veel inhoud heeft. Die neemt dan toch nog de bovenhand in de slotfase bij de achtervolgers. Maar Nieuwenhuis, die regeert. In de achtergrond gaan ze erbij liggen. Dat is Klaasjertje. En dan hebben we hier Meijer, dat is een Tsjech. Die vindt het helemaal beter aan de andere kant van de barrière. Wopsakee, een Nieuwenhuis die kan zich in de slotronde eigenlijk de luxe veroorloven om wat gas terug te nemen. Nou, alsof dat hier mogelijk is. Krijgen nog wat strijd voor plekje 2. Moet je wel recht blijven naar Tupalik. En dat kan niet maar ternauwernood. Thijs Aerts blijft verbluffend presteren. En hij gaat vlieren fluitend door de afdaling. De man die ook al leider is in de wereldbeker. Nieuwenhuis, die het uitstekend deed in Valkenburg en ook won in 7. Met andere woorden, iemand die goed indeelt, die piekt en hou je dan vast. WK's zijn vaak partijen voor piekers. In de achtergrond, net als bij de vrouwen, troept het in de slotfase nog allemaal samen. Rousseau, die ziet het op het moment wel zeer goed zitten. In de stroken bergop komt hij aan een hoog ritme en dan denk je, die is weg. Hermans ziet hij niet meer terug. Wel, ik kan je al verklappen, toch wel. Hermans komt nog terug, want Rousseau heeft zich namelijk in die beklimmingen wat gaan vergaloperen. En Thijs Aerts, nogmaals, die doet het uitstekend. Op die manier rijdt hij zelfs Tupalik op de fiets voorbij. Het is een knalstukje, hoor. Rousseau, nogmaals, ze krijgen die wel te pakken. Dat is hier al het geval. De Belgische kampioen zet door. Met iets of wat meer... Denkwerk zou je wellicht tweede geworden zijn. En daardoor verklap ik het al. Dat lukt hem dan uiteindelijk net niet. Nieuwenhuis ligt daar een volle halve ronde. Nee, dat is wat overdreven. Een kwart ronde voor. En hier de strijd voor plaats 2. Tupalik is toch weer komen aansluiten. Thijs Aerts forceert daar de boel. Komt hij ervan weg? Dat gaat heel even lukken. Maar ook Hermans is een taaie. Iserbiet komt daar in het stuk voor plaats 2 niet echt voor. Komt nog wel wat terug in die laatste ronde. Hier gaat Tupalik erbij liggen. Een knieval. Rousseau wordt daardoor ook wat onzeker. En daar komt Iserbiet. U zag nog net de wereldkampioen heel even in beeld. Dus hier kan Thijs Aerts opbouwen voor de toekomst. Hermans houdt het bij trippelen. Rousseau zit ook op zijn plekje. Iserbiet moet ook van de fiets. Maar hier komt Nieuwenhuis thuis. Riant. Riant te zeggen. Van start tot finish. Solo slim. Kop en schouders boven de rest uit. Zo gaat dat hier in naam. Hermans dan toch nog over Aerts. Tweede. Thijs Aerts dus op 3. Rousseau is 4e. Iserbiet 5e en Kleppe 6e. Maar dat is allemaal op een volle minuut van winnaar Joris Nieuwenhuis. En dan kijken we naar het klassement.
daar Nieuwenhuis. 30 punten voor Hermans. Dat wordt een tweestrijd. Nieuwenhuis. Wel riant. Bertolini derde. Izerbiet vierde. Tupalik vijfde. Aarts zesde. Dubois zevende. En Rousseau achtste. Kleppe en Orts. En nu luisteren we naar Nieuwenhuis. Joris Nieuwenhuis, je zet iedereen op een minuut of zo. Wat fantastische demonstratie. Wat denk je er zelf over? Ja, het ging echt heel goed vandaag. Ik had het al vaker goed gereden op dit parcours. Ik was één keer derde bij de junioren, maar ik had niet verwacht dat het zo goed ging. En normaal moet ik het niet echt hebben om mijn hele koers voorop te zitten, maar toevallig eerste ronde had ik een paar keer een goede technische passage. En reed meteen weg en ja, ging gewoon lekker. Het is een overwinning à la Van der Poel. Ja, klopt. Het ging heel goed. Wat betekent dat voor de rest van het seizoen, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ik kom net terug van trainingskamp Mallorca. Daar heb ik gewoon heel goed kunnen trainen. En altijd als ik terugkom van Mallorca, gaat het gewoon goed de eerste periode. Dus we zien wel. Heel erg gefeliciteerd. Ja, dankjewel.